toen ik 9 was, waren er nog wel eens jongens van ook ongeveer 9 die dachten van, oh, ik moet tegen een meisje, dat is leuk, dan win ik. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat viel een beetje tegen. Ja, dat viel een beetje tegen. Maar inmiddels neemt iedereen de 14-jarige Eline bloedserieus. Ik heb de vorige partij verloren. En snel ook. Dus ik zit nu mijn uiterste best te doen. Dank je. De Amsterdamse Eline begon rond haar 6e met schaken. Er moest eigenlijk iets komen waar ik uitdaging in kon vinden. En ook om leren te verliezen. Dus ik dacht mijn vader, die zelf ook schaakt. Nou ja, schaken is een goed idee. Ze blijkt een natuurtalent. Ja, die hebben we als klein meisje zien binnenkomen. En die, ja, vorig jaar werd ze 7e op het wereldkampioenschap. En ook, ja, ook op de club hoort ze tot de sterkste spelers. Kan je niet tegen? Nee. Eline is een van de weinige meisjes of vrouwen bij de vereniging Amsterdamse Schaakfederatie. Bij de volwassenen zijn dat er op dit moment 3. Bij de jeugd wat meer. Dat zijn er 10 op de 60 of iets. Ja, kan beter. En misschien wordt het ook beter, want dankzij de Netflix-hit The Queen's Gambit is schaken opeens razend populair. Dat merken ze ook bij de schaak- en co-winkel Het Paard op de Haarlemmerdijk. December is voor ons altijd een drukke maand. Normaal verkopen we deze maand zeker meer schaakborden. Maar ik denk dat het door de Queen's Gambit is het explosief toegenomen. Ja. En bij de vereniging zien we de laatste weken dat er wat meer aanmeldingen binnenkomen. Alleen we vragen niet op het lidmaatschapformulier of dat door Queen's Gambit komt. Maar ik heb wel het idee dat er een toename gaande is. Ja. Veel dames die voor hun vriend een schaakbord komen halen. Veel mannen die van de gelegenheid gebruik maken dat hun vriendin ineens geïnteresseerd is in schaken. Of veel vrouwen die voor zichzelf een bord kopen. Maar ook wel veel mannen hoor, die door de serie het schaken weer willen oppakken. Eline heeft de Queen's Gambit zelf trouwens niet gezien. Ik heb geen Netflix. En nauwelijks tijd, want als ze niet op school zit, zit ze meestal achter het bord. Ik wil er een beroep van maken. En daar train ik ook voor.